Eerste toeristen komen vandaag weer aan in Zeeland. Het is vrijdag 1 mei. Dit is Zeeland Nu. 15% van de accommodaties weer beschikbaar. Taalonderwijs nu op afstand. Een bijzonder eerbetoon maandagavond. Dag dames en heren, na 6 weken mogen vannacht weer toeristen overnachten in Zeeland. 15% van het totaal aantal plaatsen mag weer worden gebruikt. Maar ondernemers moeten dan wel alle gasten opgeven die blijven slapen, want zo kan de veiligheidsregio de norm handhaven en ook controleren. De familie Vermeers uit Terneuzen is een van de eerste toeristen op strandcamping Groede. Na 6 weken opgesloten in hun appartementje hebben ze hun biezen gepakt om te vertrekken naar de staakcaravan. Heerlijk, lekker rustig, lekker buiten. Fantastisch. Sinds vanmiddag kunnen ondernemers het aantal gasten online registreren bij de veiligheidsregio. Zoals hier bij huisjesverhuurcentrum Breskes. Het aanmelden is een voorwaarde om weer te verhuren. Het was even zoeken naar de juiste link, maar die hebben we gevonden. En we moeten per dag nou het aantal gasten opgeven. En vandaag helaas nog geen gasten. Bij het aanmelden ziet de ondernemer ook meteen hoeveel bedden hij mag verhuren. Voor Keimel betekent dat 125 van de normaal gesproken ruim 800 plekken. Dus we hopen wel dat de Nederlandse gast welkom deze periode, dat er toch nog iets van omzet gegenereerd kan worden. Want ja, de kosten moeten toch gedekt worden. De familie Vermeers kan na weken aan de schoonmaak beginnen. En dit buitenverblijf wordt voor hun ook de komende weken hun nieuwe thuis. We hebben de appartement op slot gedraaid en ik hoef dat voorlopig niet meer te zien. De eerste toeristen zijn voor de sector weer een begin. Ze hopen dat er na mei weer een verruiming mogelijk is. Katelijne van der Werf is taalmaatje bij Stichting Gilde Walcheren en helpt anderstaligen om Nederlands te leren. Maar door de coronacrisis kunnen de taalmaatjes elkaar op dit moment niet zien en moeten dus op een andere manier. Hey Sarah. Hey. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, dank je. Ja? Ja toch, gaat goed. Zo. Ja. Mooi. Nou ja, we hebben weer onze wekelijkse afspraken. Mensen denken eigenlijk dat wij lesgeven, maar wij coachen eigenlijk mensen om het Nederlands taal te leren. De uit Duitsland afkomstige Sarah Jurk is erg blij met haar taalmaatje. Niet alleen voor de les, ook voor de steun. En het zijn veel dingen die toch dan moeilijk zijn. En als ik een vraag heb, kan ik altijd appen of zo. En dan krijg ik hulp. En dat is, ja, het is belangrijk. Door de coronacrisis kunnen de taalmaatjes elkaar niet zien. Maar Katelijne heeft daar een oplossing voor bedacht. Ik vind het heel belangrijk om de continuïteit erin te houden. En mensen moeten toch Nederlands blijven oefenen en spreken. Dus dat kan je niet zomaar zeggen van daar stoppen we mee. Dus dan maar via Skype? Dan maar via Skype, ja. Sarah vindt het fijn dat ze op deze manier les krijgt. Ik heb het ook nodig één keer in de week een contact te hebben met iemand. Om te blijven oefenen? Ja, om te blijven oefenen. Ja, precies. Nou ja, we hebben weer veel gedaan vandaag. Volgende week gaan we weer verder. We moeten maar even kijken wanneer we weer afspreken. En dan wens ik je een hele fijne dag. Hè? Ja, jij ook. Doeg! Doeg! Doeg. Ja, aangeschoven is collega Martijn van der Werf. Martijn, er is natuurlijk nog meer coronanieuws. Absoluut. En we beginnen met bijzondere beelden vanuit Renesse. Want donderdagavond, stapavond, dat dachten deze hertjes, daar moeten we bij zijn. Dus die zijn gisteren op stap gegaan. Maar kijk, kwamen van een koude kermis thuis. Ja. Want alles is natuurlijk dicht. Maar ze zijn wel op de gevoelige plaat vastgelegd door de dorpsraad in Renesse. En ja, dan is het mooi om te zien. Van hier gaan we naar Filipine, naar Filip van Hekken. Die heeft ook bijzondere beelden gemaakt. Fietste elke dag van Filipine naar Gent voor zijn werk. En op een dag stond er op de grens obstakels. En hij werd daar zo door getriggerd dat hij besloot de hele grens af te fietsen tussen Zeeuws-Vlaanderen en België en alle grensovergangen te fotograferen. Hij heeft al zijn vrije dagen daarvoor opgenomen en kwam erachter dat de Belgen best creatief zijn in de verschillende soorten met afzettingen. Ja, ik zie daar een berg zand. Wel effectief natuurlijk, hè? Zeer effectief. Ja. Het moet ook allemaal opgeruimd worden, dacht ik zo. En dan gaan we door naar weer iets heel bijzonders. In andere soort bijzonder. Onder bijzondere omstandigheden ook. De ongeneeslijk zieke Reginald Peene is leraar op een middelbare school in Vlissingen en is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met Zijmer Loes. Want Reginald heeft niet lang meer te leven. Oké, mooi.
Omdat ik gewoon een wat slechtere diagnose een paar weken geleden heb gekregen, hebben we besloten om naar voren te schuiven. Maar jij wilde heel graag trouwen, hè? Ja, dat was iets wat dan gezien de omstandigheden toch nog wel bovenaan onze verlanglijstje stond, zeg maar. Door de corona-omstandigheden ging de receptie net even iets anders, namelijk via een drive-in. Dus komen alle... Al onze dierbaren langsrijden in de auto en feliciteren ons vanuit de auto heel netjes op 1,5 meter afstand. Behalve de 91-jarige oma Sjaan. En daarom kwam het bruidspaar naar haar toe. Ah, mooie beelden. En ik hoop dat ze echt een mooie dag hebben gehad. Hè? Ik hoop het ook voor ze. Meer van deze beelden van deze bruiloft zijn te vinden op onze site. Vind je ook al het andere coronanieuws in ons liveblog omroepzeeland.nl. Martijn, dank je wel. De eerste arbeidsmigranten verhuizen vandaag naar dit nieuwe wooncomplex aan de Haarmanweg in Terneuzen. Het gebouw heeft 3 woonlagen en er kunnen 200 mensen terecht. Omwonenden protesteerden tegen de komst van de arbeidsmigranten, maar kregen van de gemeente ongelijk. Daarna is de buurt meer bij de plannen betrokken. Dit zijn de 5 meest aansprekende Zeeuwse oorlogsfoto's, waarmee Zeeland vertegenwoordigd wordt in de landelijke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Op een oproep is massaal gereageerd. Zeeuwen doken in oude fotoboeken, maar ook de Zeeuwse archieven en de Zeeuwse beeldbank stuurden in. Achter veel foto's zit een aangrijpend verhaal. Zo toont deze 5e foto Belgische en Franse krijgsgevangenen die in 1940 door Axel worden gereden. De Duitsers verboden de Axelse bevolking deze gevangenen eten en drinken te geven, maar deze foto toont dat de Axelaars waar mogelijk toch voedsel en drinken aan de hongerige krijgsgevangenen probeerden te geven. De nationale dodenherdenking en de trompet net voor de 1 minuut stilte, die zijn belangrijk. Dat zijn toch echt wel belangrijke Nederlandse tradities. Maar vanwege het coronavirus is de herdenking dit jaar natuurlijk anders. En daarom is aan alle trompetisten gevraagd om op 4 mei in de tuin of op het balkon om 7:58 het signaal tap toe te blazen, zodat we toch allemaal kunnen herdenken. Dit is Hans de Munnik uit Zonnemere. Hij is niet alleen een goede trompetist, maar hij heeft ook ervaring met trompetspelen tijdens de dodenherdenking. Zo speelde hij in 2018 bij een herdenking voor de premier. Voor mij is voor trompetisten een beetje de beslissende strafschop van het EK voetbal. Je wil hem niet missen. Je moet echt stressbestendig zijn om dat voor groot publiek op dat moment goed en raak te kunnen spelen. Als amateur trompetist wil ik zelf ook graag mijn steentje bijdragen. Gelukkig heeft Hans voor mij en andere trompetisten die dit voor het eerst gaan doen nog wel een paar tips. Probeer eens te hoesten en voel eens wat je voor spieren voelt. Je buikspier eigenlijk. De buikspier inderdaad. En die spieren die zorgen voor de versnelling van de lucht. Dus die spieren die kan je ook gebruiken als je je lucht door je trompet sneller wil laten stromen. Dus bij hogere noten. De valkuil zit hem in de eenvoud. Het zijn 4 verschillende noten, 0 ventielen. Maar het is heel moeilijk om zoiets goed en raak te spelen. Vooral op zo'n moment. En welk deel is het lastigst van het stuk? Vaak gaat het einde mis. Dan denk je, we hebben al het snelle gehad, al hoge noten hebben we gehad. En dan kom je op de laagste C. En dan vergeten mensen daar genoeg lucht te geven. En dan zwabbert hij alle kanten op. Ga je dit jaar ook weer blazen met alle trompetisten van Nederland mogelijk? Ik denk het wel, ja. Ik moet nog even een leuke locatie vinden, maar ik ben van de partij. Hans gaat hem sowieso weer spelen op 4 mei. En ik ga thuis nog even oefenen en dan heb ik het hopelijk tegen die tijd onder de knie. Donkere lucht vandaag met ook een paar buien, maar we kwamen toch ook nog vrij goed weg met een aantal brede opklaringen. Maar vanaf vanavond krijgen we weer de nodige buien met zelfs kans op onweer. Zondag dan beleven we, als het goed is, weer een droger dagje. En morgenmiddag om 12 uur en ook om 4 uur 's middags kunt u kijken naar Zeeuwse vrouwen. In dit muziektheaterstuk duiken 4 Zeeuwse actrices in de geschiedenis van hun Zeeuwse grootmoeders. Maar in 1939, toen werd Herard opgeroepen voor de mobilisatie.
En toen kreeg hij 11,90 gulden per week. Maar vanaf augustus werd dat verhoogd naar 16,10 gulden. Nou, dat was een ongekende wilde voor ons. Ja, dan kon ik eindelijk echt sparen. Dat dus morgenmiddag om 12 uur en om 4 uur. En morgen ook weer een nieuwe Zeeland Nu, dan ook met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.